Hey jongens, Jo, dat alles goed gaat met iedereen en dat iedereen een hele leuke dag heeft. Echt een briljante dag. Dat je lekker hebt genoten van je vrijdag en dat je lekker gaat genieten van je weekend. Hey, ik wil het even hebben over die voetbalwedstrijd van gisteren. Nederland-Canada, die met 4-0 werd gewonnen dankzij een uitblinkende Jeremy Frimpong. En Jeremy Frimpong die was gewoon weergaloos aan de zijlijnen, aan de zijkanten. Echt dominant en die kwam met hele individuele acties. En uit een assist, uit een doelpunt. En gewoon een briljante voetballer. Die gaat echt heel goed doen op het EK. En Memphis Depay was ook goed. En ik wil het even hebben over Memphis Depay's haarband. Want ik zou heel eerlijk tegen jullie zijn, jongens. Ik had deze week echt de kans om een heel leuk filmpje te maken met Thierry Baudet. Want ik was in Haarlem. Ik was dus aan het klussen bij mijn thuis. In mijn nieuwe huis. En ik was ook aan het fietsen voorbij de Smedestraat. En ik fietste de Grote Markt op. En ik zie opeens Thierry Baudet daar staan. Met allemaal kinderen. Met allemaal jongeren die met hem op de foto wilden. En je hoorde over de Grote Markt hoorde je dat mensen zeggen van Thierry Baudet, Thierry Baudet. Hij was in ieder geval enorm populair. En ik dacht maar zo van, hey, zal ik met Thierry Baudet op de foto gaan? Of zal ik even een filmpje met hem maken? Dat ik vraag van, zou je iets leuks willen zeggen tegen mensen die mijn filmpje kijken? Of dat ik kon vragen aan Thierry Baudet wat zijn favoriete voetbalclub is, of zijn favoriete film, of dat hij niet helemaal kapot is van al die verkiezingen, van die Europese verkiezingen. Maar ik heb het niet gedaan. Ik weet niet. Ik schaamde me te erg, of ik was te laf. Maar dus het was er niet van gekomen helaas. Maar toen zag ik dus Memphis Depay gisteren voetbal tegen Canada. En hij had een heel opvallende haarband om. En het lijkt mij zoiets moois als ik via YouTube aan die haarband kan komen. Want dan kan ik bijvoorbeeld, stel je voor, ik krijg kinderen. Ik heb zelf geen kinderen, maar stel je voor, ik heb kinderen. En die kinderen krijgen ook weer kinderen. En dat ik dan 80 of 90 ben. En dat ik aan mijn kinderen kan vertellen van, hé, dat is de haarband van Memphis Depay. Dat was een voetballer die uit mijn geboortejaar komt, 1994. Die misschien wel topscorer van Nederland aller tijden is geworden tegen die tijd. En die was geweldig in zijn tijd. Was heel goed bij PSV. Was captain bij Olympique Lyon geweest. Wat nu een beetje een gevallen voetbalclub is. Maar wat toen echt een topclub was. Helemaal van 2005 tot 2008 was Olympique Lyon echt een hele mooie Franse club. Werden ze ook heel vaak kampioen. Helaas is het een beetje vergane glorie. Maar toen Memphis er voetbalde, toen begon er wel weer wat te dagen bij Olympique Lyon. Toen speelden ze wel weer lekker. En Memphis Depay scoorde in zijn laatste seizoen 20 doelpunten. Maar oké, ik ga niet voor niets. Ik ga niet of zo een bod doen voor Memphis om die haarband te krijgen. Want kijk, bij een veiling zou Memphis Depay misschien wel 500.000 euro kunnen krijgen voor die haarband. Dus ik wil een deal met hem sluiten. Wat ik aanbied is het volgende: 10 euro van mezelf. Zo'n speelgoed uit zo'n kindersurprise eitje. Wat heel lekker is. Dus dat vind ik echt mijn favoriete chocola. En kort het speeltje. Oh, kijk nou: een. Ik weet niet wat het is, jongens. Ik weet niet wat. Oh, kijk eens. Kijk, hier is het. Een minion. Altijd leuk. Dus ik bied 10 euro. Een minion. Een Playboy. Met Nicole Kremers. Kijk hoor. Kun je het zien, jongens? Playboy met Nicole Kremers. De enige echte. Ik bied nog meer. Want ik heb nog meer te bieden. Ja, die timeline is. Durex. Extra fin. Finfield condooms. Dus wat ik bied, is de volgende. Ik bied voor die haarband van Memphis Depay. Ik bied 10 euro. Ik bied een Playboy. Met Nicole Kremers. Ik bied een minion. En ik bied een condooms. Die nog in verpakking zitten. Extra fin van Durex. Dus beter kan ik niet maken, Memphis. Ik wil gewoon heel graag die haarband. En nogmaals, dat doe ik ook gewoon omdat het gewoon. Ik had deze week de kans om met een beroemdheid op de foto te gaan. Toen durfde ik het niet.
Maar ik durf wel via YouTube jou aan te spreken. En hopelijk zie je dit bericht. Hopelijk zie je dit filmpje. En wil je overwegen om die gedragen haarband die je hebt die haarband die je hebt gedragen tijdens de wedstrijd Canada-Nederland of Nederland-Canada, dat je die aan mij wilt schenken. En dat we hem gaan ruilen. En dan zorg ik, want ik weet dat je in Madrid woont, want je speelde bij Atletico Madrid laatst nog, tot recent aan toe nog bij Atletico Madrid. En dan stuur ik dit allemaal naar Spanje toe. En één van wat jij hoeft te doen is die gedragen haarband in de wedstrijd 6 juni 2024 tegen Canada. En die zou ik gewoon heel graag willen hebben, omdat ik dat een heel mooi verhaal zou vinden. En je bent een iconische voetballer. Je hebt het ontzettend goed gedaan bij PSV, bij Olympique Lyon. Met Manchester United heb je gespeeld. Barcelona, Atletico Madrid. En dat is wel heel cool. En ik vond het gewoon, ik blijf er maar aan denken aan die haarband. Ik weet niet. Het is zoiets van, nee, dat is een souvenirtje die ik wel zou willen hebben. Dus bij deze jongens. Hopelijk ziet Memphis dit filmpje. En overweegt hij het om met mij te ruilen. Oké. Hey jongens, hoe dan ook. Stel voor Memphis ziet het niet. Of dit wordt maar door 5 mensen bekeken. Dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal prima. Maar ik heb een poging gedaan om die haarband te verwerven. Maar anyway, als het niet gaat lukken, dan is het helemaal goed natuurlijk. Maar we gaan het zien. Oké, jongens, hele fijne dag nog. En tot bij de volgende. Hè. Later. Ciao, ciao. Doei, doei.